Wat doen jullie zelf enorm tekort vandaag? Ja, ongelooflijk. We hebben echt goed gespeeld, gevochten. Tot de laatste minuut, denk ik. En je krijgt gewoon 3 kut goals tegen, eigenlijk. Ja, waar gaat dat mis? Dat het van het ene op het andere moment opeens 1-0 en dan vlak voor rust nog 2-0 staat. Ja, ik denk gewoon... Je hebt het gevoel dat je die wedstrijd helemaal naar je hand hebt. En dan misschien word je iets te enthousiast. En ja, was één counter volgens mij. Ja, en dan even niet scherp en die kopt hem binnen. En ja, daarna krijg je een penalty tegen. We hadden een goed plan hoe we wilden spelen. Wat Feyenoord ging doen, dat kwam ook zo uit. En we waren bij de les geconcentreerd. Iedereen zat er goed in. Goede druk. Duels die we wonnen, overtuiging zat erin. Kansen? Kansen, ja, je hebt 4-5 goede schietkansen. Ja, dan moet je jezelf zelf belonen met een goal. Je voelde aan alles dat Feyenoord aan het wankelen was. Het publiek zat te moren. Ja, dan moet je ook toeslaan. En ja, dat deden we niet. En uit niets ligt die bons erin. Ja, zeker. Maar vooral omdat je gewoon zo speelt. En hier in de Kuip, gewoon met lef. Ja, als je de wedstrijd hebt gezien, ze hebben gewoon niks te vertellen gehad. En dan krijg je 3 van zulke goals tegen, dan is het gewoon extra pijnlijk. Beetje ongeloof ook, van we speelden gewoon goed, zeker de eerste tot aan de 1-0 zeker. Daarna pakken we het ook gewoon goed op, er zat een goede mentaliteit, spirit in de groep. Dan moet je alles bij elkaar rapen en iedereen had het gevoel van ja, als we scoren dan kan het nog. Maar ja, toen kwam die 3-0 en toen, dat was een bepaald moment. Je kreeg de bal tegen je arm, maar wel heel hard van dichtbij. Volgens mij was hij niet uitgestoken, toch? Nee, mijn arm was echt strak tegen het lichaam. Ja, hij komt op mijn hand, dat voel ik. Maar ik zeg tegen Bas ook van ja, weet je, ik heb mijn handen strak tegen mijn lichaam, maar hij komt erop. Waar wil je dat ik mijn handen laat? Moet ik op mijn rug doen? Dat is niet de bedoeling, volgens mij hebben we afgesproken. Dus dan moet die VAR dat terugdraaien. Wat moet er gebeuren nu? Ja, ik denk dat we gewoon zo door moeten. Vandaag staat het niet mee, maar ja, als je elke week zo speelt, dan ga je die 3 punten gegarandeerd pakken. Te beginnen woensdag weer. Ja, woensdag beker. Belangrijk voor ons. Die moeten we winnen en moeten door naar de volgende ronde.